Ja, het is nog steeds zomer. Uh, ligt natuurlijk aan als jij nu aan de Costa del Sol ligt, of in Griekenland of in Curaçao. Dan is het zomer. Maar voor mij hier in dit fucking regenachtige Nederland is het alles behalve zomer. Maar dat maakt niet uit. We hebben gezegd dat we zomerweken zouden doen. Dan moeten we ook niet zeiken. Uh, en dus komt er weer een beetje een zomers werkstukje. En um, het is niet super zomers qua palmbomen, strand, uh, cocktails, dat soort dingen. <clears throat> het is meer dat. Dat waar ik het over ga hebben, dat hoort namelijk heel erg bij de zomer als Gameking zijnde. En dat is de Gamescom. De Gamescom gaan we uh, naartoe. We gaan er een hele dag heen. En um, ik ben nu druk bezig met alle afspraken te regelen. En er zit een aantal hele toffe dingen in. Met name um, Xbox gaat echt wel lekker uitpakken. We gaan echt een aantal hele toffe games daar mogen spelen. Maar um, ik zat even te kijken van Gamescom. Daar gaan we al jaren heen. En... Ik heb daar een beetje een, een haat liefde verhouding mee. Uh, ik vind het businesscentrum van de Gamescom op de Persdag vind ik waanzinnig. Het is cool. Het is relaxed. Het is niet te druk. Uh, veel comfort. Je kan de games goed spelen. Mensen zijn allemaal. Wat relaxter. En dat heeft ermee te maken dat ze allemaal geen jetlag hebben. Want in de E3 had iedereen altijd een jetlag. En was grumpy. En ze hadden te veel gesopen. En hadden ze een kater. Dat is daar in Kuln allemaal wat minder. Dus het is, allemaal, het is allemaal vrij comfortabel op te doen. De beurs daarentegen vind ik volkomen waanzin. Het is mij. Veel te veel te druk. Uh, sterker nog, je weet het, ik heb zelf natuurlijk ook met Blammo uh, First Look mogen uh, produceren, opzetten. En uh, daar lieten we op het hoogtepunt zo'n 40, 45.000 mensen naar binnen. Dat was echt helemaal aan het begin. Toen heette het ook nog gameplay. Uh, dat vond ik eigenlijk al bijna misdadig. Maar daar ben ik dan misschien net ietsje te veel een gamer zelf voor. Maar in Duitsland was het zo. ...fucking insane druk. Uh, ik heb daar een zomerse editie meegemaakt. Nou, het zijn altijd zomerse edities. Maar ik heb daar een bloedhete editie meegemaakt... ...waar er daadwerkelijk gewoon mensen onwel werden. Omdat je de hele dag hutje-mutje staat... 8 uh, tot 9 uur lang te wachten op met name een Blizzard game. En mensen gingen daar gewoon van hun stokje omdat er geen airco was. De deuren stonden niet open. Je wordt helemaal gek. En uh, op een gegeven moment heeft de Gamescom ook gedacht: oké, okay, we moeten niet zeg maar uh, uh, openbare kaart verkopen. Want dat hadden ze vaak. Hè. Ze, ze, daar hebben wij veel van geleerd. Uh, de kaartverkoop ging gewoon door. Je kon altijd kaarten blijven kopen. Terwijl uh, ik denk dat een Game evenement moet afge uh, 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 Bedacht zijn op het aantal dingen wat je kunt spelen. Dan haal je dan een rekensommetje op. Laat je een rekensommetje op los. En dan kom je tot een x aantal mensen wat erin kan. Om die mensen ook daadwerkelijk waar voor hun geld te geven. Nou, in de Gamescom, ik vond dat gewoon geen waar voor hun geld meer. Wereldwijd wordt dit gezien als het allergrootste game evenement ooit. En uh, ik pak even. Een editie van de games komt erbij. Dit is 2013. Dit is al echt alweer lang geleden. Uh, ik weet niet eens welke mensen hier naartoe gingen. Uh, ik ben er ongetwijfeld zelf ook bij geweest. Uh, 370.000 mensen op de piek. 370.000 mensen. Dat is weliswaar verspreid over zes dagen. En hier, wat je hier ziet, dit is het. Uh, media gedeelte. Die kom je als gewone gamer absoluut. Niet in. Um, ik moet zeggen dat uh, Skate heel erg lijkt op, uh, op die gast van MTV. Die uh, altijd die. Uh, hoe heet het nou? Uh, catfish. Maar goed, anyway. Um, dit is business gedeelte. Ik hou hiervan. Je gaat gewoon naar je afspraakje toe. Bij een van deze dames of heren. En dan vervolgens kun je in een game gewoon relaxed spelen. Uh, maar dit is gewoon hartstikke groot. Ik zal even kijken of, we, of ze ook nog daad, ja, daadwerkelijk de beursvloer opgaan. Dan moet ik even gewoon even lekker doorspoelen. Uh, nou ja, nou, kijk. Even kijken. Nou, hier zijn ze aan het eten. Um, heb ik vaak ook gegeten. Hier is het op de vloer zelf. Hier is het dan waarschijnlijk nog rustig, omdat op de woensdag uh, meestal uh, uh, alleen het publiek, uh, uh, maar in beperkte mate naar binnen mag gaan. Uh, dan is het, uh, dan moet je een speciaal kaartje verkopen. En dan is het gewoon niet te druk. En dan gingen we vaak ook wel de beursvloer op om even wat beelden te schieten bij de booths uh, van de game waarin we de game dan in het perscentrum aan het spelen uh, zijn. Goed, Gamescom, 370.000. Absoluut het grootste game-evenement ter wereld. Um, maar toen had ik zoiets van, oké, okay, maar wat zijn dan, laten we zeggen, de top 10 van het grootste game-evenementen ter wereld? En zijn we er allemaal al geweest? Willen we er nog naartoe? En waar staat dan de E3? Nou, laat ik dan maar meteen verklappen dat de E3 niet bij de top 10 staat. Op de piek was het, geloof ik, 70.000 man die daar naar binnen is gegaan. Uh, dat is veel en veel te weinig om in de top 10 te komen. Dat heeft er ook alles mee te maken dat de E3 jarenlang echt een pers evenement was: uh, 50.000, 60.000. En pas op een gegeven moment naar, uh, uh, ook voor. Open ging voor gamers. Maar dat was helemaal op het end, vlak voor uh, de pandemie. En toen lieten ze het nog maar met mondjesmaat toe. Volgens mij iets van 20.000. Maar toen kwam er ook weer veel minder media. Want die hadden weer zoiets van... Ja, maar goed, de E3 is voor ons en niet voor fucking gamers. Uh, dan hoef ik er ook niet meer heen als die gasten er rondlopen. Nou, in ieder geval, dat werkte helemaal niet. Dus die staat niet in de top 10. Uh, op nummer 2. Nummer 2. Uh, of zal ik... Nee, nee ik, ik ga het helemaal omdraaien, man. Het is helemaal niet leuk om al met nummer 2 te beginnen. Want wie wil de nummer 10 weten als hij de nummer 2 al weet? Ik ga gewoon helemaal op nummer 10 beginnen. En dat is wel iets waar ik wat mee heb: dat is namelijk uh, de Eurogamer Expo. De Eurogamer Expo. Ik pak er even wat beeld van bij. Uh, de Eurogamer Expo wordt elk jaar in Londen gehouden. En waarom heb ik hier wel wat mee? Dit was een. Concurrent van First Look Festival. En concurrent niet zozeer in dat opeens de Britten allemaal dachten: Fuck, ik wil liever naar Amsterdam toe. Uh, dat, dat is niet zo. En ook niet dat de Nederlanders nou zoiets hadden van: ik ga helemaal naar Engeland toe. Uh, nee, dit was een concurrent omdat het vaak in het weekend of het weekend voor First Look zat. En wij hadden daar toch op bepaalde manier rekening mee te houden. Want bijvoorbeeld als wij wisten dat iets naar de EGX ging een bepaalde game. Dan was de kans groot dat het vervolgens ook naar First Look kon komen. Het is vaak een reizend circus. Er gaat iemand mee van het PR-team, van het marketingteam. Er moeten codes heen. De stand kan misschien heen en weer gebouwd worden. En je ziet ook een beetje: uh, dit is wel een beetje. Het first look model. Het is allemaal wat minder chic. Als de dingen die je straks gaat zien. Uh, ja, goed. Ik, ik kan het rustig vergelijken. Ik, bedoel, ik ben best wel trots op wat wij met, uh, met, met Blammo hebben gedaan. Met zo'n klein bedrijf. Want hier zat een groot bedrijf achter. Uh, first look organiseerden we echt met een mannetje 5-6. Uh, plus een hele hoop vrijwilligers. Maar dit is een veel groter bedrijf. Hier zitten investeerders achter. Et cetera, et cetera. Dat deden wij niet. Maar het is vergelijkbaar. Kleine boots. Uh, ja, gewoon gemaakt van. Uh, dit, dit was een hele slimme oplossing die ze hadden. Ze hadden allemaal. Oplossen met blokken. Uh, maar ook gewoon, gewoon kleine podia. Onze podia waren wel ietsje groter. Dus er zagen er ook ietsje toffer uit. Stoeltjes ervoor, et cetera, et cetera. 80.000 man komen hierop af. Nou, daar kunnen wij dan niet aan tippen. Of konden wij niet aan tippen met First Look. Uh, maar het is natuurlijk Engeland, is wat groter. Uh, dit was niet het topste wat ik in Londen heb meegemaakt. Want de EGX is eigenlijk een hele flauwe afspiegeling van wat. Ooit, in 1988, 1988 jongens, uh, was de eerste editie. Dat was de ECTS. En wie weet, de hele, wat, nou, ik wil niet zeggen de oude, dat klinkt heel erg negatief. Maar uh, de kijkers die al lang uh, kijken bij ons, die kan nog wel uh, bedenken dat we met de Power Limited vaak naar de ICTS e gingen. Volgens mij met Game Kings ook wel. En de ICTS e was de Europese variant van de, uh, de E3. En. Fucking hell, wat was dat bruut? En waarom was dat bruut? Ga ik weer het verhaaltje: mensen hadden geen uh, jetlag. Mensen doen in Europa niet zo krampachtig over dronken worden. De feesten waren beter, het was gezelliger. Uh, ik weet nog wel, het duurde tot 15. Het was altijd vaak in de Olympia. Uh, het duurde tot 5 uur, Er gingen de deuren dicht. En dan ging iedereen uh, de hoek om. En daar was een straat met allemaal pubs. En dan stond iedereen daar buiten. Uh, bij de pubs, developers, publishers, marketeers, gamesjournalisten. Allemaal bij elkaar met van die meters bier. Uh, biertjes te hakken. En ging eigenlijk de babbel gewoon gezellig door. Maar goed, die EGX. die staat dus op uh, nummertje 10. En ik zag ook dat er ook dit jaar weer een nieuw. Um, ja, een nieuwe editie gaat komen. Ik, ik ben benieuwd of dit het gewoon lang gaat volhouden. Omdat steeds meer publishers afhaken. En dit soort evenementen. zijn gewoon ongelooflijk afhankelijk van. Um, codes. En dat zag je ook aan de game-evenementen in Nederland de afgelopen jaren. Er zitten weinig primeurs meer bij. Het is veel meer hardware. Het zijn games die je thuis ook kunt spelen. Ja, en als je dan thuis ook gewoon fucking snelle internetverbinding hebt, ja, waarom zou je dan Call of Duty daar gaan spelen als je dat ook thuis kunt gaan doen op een dikke PC? Dus goed, maar goed, dat even terzijde. Dan gaan we naar nummer 9. En dat is, en daar is ook een Nederlandse editie van, maar het gaat om de. Scandinavische editie van de Dreamhack. De Dreamhack uh, dat is dus altijd in Zweden. Uh, het draait heel erg om die land, die je al hebt gezien, maar het is steeds groter geworden. Het is ook een expo geworden. Er gebeuren een hoop dingen. De basis van dit evenement is wel e-sports. Dat is de core. Competitief gamen. Um, dit, ja, dit is wel ook een droom evenement. Hoor. Dit, dit had ik ook heel graag met First Look willen doen. Uh, de langcultuur in Nederland is wel aanwezig. Maar gewoon wat, minder klei wat, wat kleiner. En dan met name wat hun hier lukt. Is gewoon ook gewoon grote... ...CSGO, League of Legends... ...to je daarheen weten te halen. Ze hebben meer prijsgeld, er zitten meer sponsoren achter. Um, ja, dat lukt ons, lukte ons gewoon niet. En uh, ja, dan wordt het ook minder aantrekkelijk voor gamers om naartoe te gaan. Uh, Dreamhack bestaat nog steeds. Uh, ik ben afgelopen jaar naar de Nederlandse uh, editie geweest in Rotterdam... Ja, dat is het voor mij dan toch niet helemaal. Uh, weinig te doen, vond ik. Um, er waren wel wat toenooien. Maar ja, goed, het, het prijsgeld is gewoon anders. Dan moeten we gewoon eerlijk zijn. Nederland is Nederland. Uh, Scandinavië is groter op e-sportsgebied. Populairder. Uh, je hebt ook DreamHack Valencia, volgens mij. Ook daar vaak grote dingen. DreamHack Frankrijk in Parijs, volgens mij ook. Ja, dat zijn grotere afzetmarkten. En grotere afzetmarkten betekent meer geld. Meer geld betekent uh, meer prijsgeld. Meer prijsgeld betekent grotere teams. Heel simpel. Uh, maar even kijken. Uh, volgens mij komen daar... Uh, DreamHack uh, komt 100.000 man publiek af. Chapeau. Echt heel veel. Uh, willen we daar nog een keer heen met GameKings... Het is niet zo ons ding. We zijn niet zo van de e-sports. En qua nieuwe games moet je daar niet echt wezen. Dat is vaak niet wat publishers daar laten zien. Het is vaak een beetje uh, fan-oriented. Uh, het is uh, zorgen dat jouw games er staan. En dat je leuke competities doet. Zodat je, dat je die fans van jouw brand een beetje bij je houdt. En dat is niet helemaal wat wij tof vinden. Uh, gaan we naar het volgende evenement. Uh, daar komen 130.000 mensen op, op af. Dat is de San Diego Comic-Con. Dan komen we in het gebied van de Comic-Cons. Uh, dit is gewoon iemand, uh, een, een, een YouTuber die hier langs is geweest. Ik, ik weet niet wat zijn naam is, maar die heeft gewoon een tour gemaakt. Ja, je ziet het al. Dit is ook wat Comic-Con in Nederland is. Uh, ik vind het heel tof. Wie weet dat we er nog wel eens een keer wat mee gaan doen. Uh, we hebben natuurlijk Nerd Culture. We hebben hier een paar hardcore nerds die dit heel erg tof vinden. Ik heb dan altijd wel zo, dan ga ik liever naar het buitenland toe. Hè? Bijvoorbeeld een Pax. Uh, lijkt me hartstikke leuk om een keer te doen. Um, ja, weet je, dat, dat, dat maakt het toch net, 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 net ietsje toffer dan naar Utrecht afreizen. Uh, maar die Comic Cons in Nederland zijn ook hartstikke leuk. Um, er is er ook een in Italië. En ik ben de naam van het dorp kwijt. Dat is een klein, pittoresk, oud dorp. Waar één keer per jaar. Uh, alle cosplayers en alle nerdshit naartoe gaat. Uh, en uh, San Luca heet dat. En dat, dat schijnt echt waanzinnig te zijn. Ook heel veel in de buitenlucht, lekker weer, et cetera, et cetera. Uh, 130.000 mensen komen hierop af. Zitten hier games bij? Absoluut. Bij pak zie je steeds meer dat daar toch wel primeurtjes worden gedropt. Maar niet in de schaal van een Gamescom Tokyo Game Show E3. Uh, dat soort evenementen. Maar goed, hartstikke leuk om een keer naartoe te gaan. En uh, volgens mij zijn er ook echt wel Nederlanders. die. Uh, dermate nerd aangelegd zijn. dat ze dit heel tof vinden om daar een speciale reis. voor naartoe te maken. 130.000 uh, mensen dus. Uh, de volgende, die heeft er 150.000. Die staat wel op mijn verlanglijst. Die staat al een tijdje op mijn verlanglijst. Uh, uh, namens Game Kings. om daar eens een keer naartoe te gaan. Alleen de laatste tijd. Gebeurt er wat? Iets met heen en weer schieten in Oekraïne? Is het niet helemaal the place to be? Maar uh, ja, ik wil het wel, wel eens meemaken. Het is een andere cultuur, ander land. Uh, en wie weet hartstikke leuk om dat een keer te checken. Het is Igromir. Igromir is een groot game-evenement uh, in Rusland. Uh, groot, dus inderdaad 150.000 mensen. Uh, een beetje Game Kings, First Look-achtig, maar wel... Ik zie wel grotere stands. Uh, hier worden wel af en toe primeurtjes gedropt. En dan heb ik het met name over de, de Oost-Europese kant. Nou, dan kun je er heel erg lacherig over doen. Maar denk aan uh, CD Projekt Red. Denk aan GSC. Um, nou, er zitten genoeg grote partijen uh, die uh, daar aanwezig zijn. Je ziet ook de bootbeeps uh, mogen daar nog wel. En uh, is het is gewoon leuk. En voor ons is het altijd leuk om. Een andere gamecultuur te leren kennen. Hoe gaan Russen om met gaming? Hoe is daar het enthousiasme? Welk type game spelen ze? Uh, ja, zijn, zijn ze net zo uh, enthousiast als Nederlanders of zijn ze meer laid back? Er is echt een verschil tussen een Russische gamer, een Japanse gamer, een Amerikaanse gamer en een Nederlandse gamer. Dat is leuk om te zien. Dus mocht Poetin ooit eens een keer een klein beetje normaal doen en die hele situatie daar gewoon eens een keer een beetje tot rust komen. Dan hoop ik ooit nog eens een keer naar Igor Mir te kunnen gaan. om daar een prachtige videocompilatie te maken van Game Kings Ghost Russia. Dat staat zeker nog wel op mijn verlanglijstje. Dan gaan we naar. Waar zitten we in hemelsnaam? 1, 10, 9, 8, 6. Nummertje 6. Dat is een beetje een vreemde, beend, een vreemde eend in de buit. Uh, niet meer bij Gamekings. Want met de tabletoppers zijn we ook best wel into de boardgames. Maar um, het is een beurs waar 200.000 mensen op afkomen. Uh, we hebben dit ook wel in Nederland. In, in Eindhoven hebben we dit al een keer uh, gezien. Um, en uh, dan moet ik even kijken dat ik hem goed instart. Um, we hebben het over de beurs Spiel. En bij SPIE denk je meteen aan. Oké, okay, waar zijn dan de computer games? Nou, die zijn er wel een beetje. Maar dit draait allemaal om board games. Dit is het grootste board game festival van Europa. En uh, ik denk ook wel van de wereld. En dat is natuurlijk. Hartstikke leuk als je into de board games kunt. Het is duidelijk in pandemietijd we hebben de mondkapjes allemaal nog op. Maar hier staan al die st ja, eigenlijk de E3 staan al die stands dan van al die videogame producers en hardware producers die iets met games te maken hebben en hier zijn het allemaal producenten uitgevers van board games. En dan ga je uh, daar naartoe. Nou, je ziet zelfs er wordt zelfs handtekeningen gegeven. En dan ga je boardgame spelen. Ik vind het een beetje apart in die zin van een game spelen kan je in 10 minuten doen. Een potje FIFA of een stukje Call of Duty of een demootje van een action adventure. Dat kan je in 15 minuten spelen en dan geef je jouw plekje netjes aan de volgende. Maar een fucking boardgame, daar ben je gewoon 4 uur mee bezig. Hoe ga je een boardgame nou eventjes heel snel spelen? Dan sta je toch heel lang te wachten op de volgende. Goed, Ik weet niet hoe dat werkt. Het is niet mijn wereld. Maar met 200.000 man is dit uh, de nummer 6 in de lijst grootste uh, uh, game evenementen ter wereld. Dan gaan we naar een volgende toe. En die heeft maar liefst, we gaan steeds meer omhoog 270.000 bezoekers. Dat zijn over het algemeen Chinezen. Uh, en daarmee staat dit ook wel redelijk hoog op ons verlanglijstje. We zouden ontzettend graag een keer naar China gaan om daar um, te kijken hoe de gamescultuur al daar in elkaar zit. Dat, daar kan ik me wel een idee bij vormen. Er zijn er nogal veel Chinese, ze zijn heel erg into mobile. Uh, je hebt heel veel Chinese games. Uh, je hebt natuurlijk Tencent daar. Uh, en je hebt dus het game evenement en dat heet dan uh, China Joy. Ik gebruik nu even een filmpje van Deer Walker. Uh, die is daar blijkbaar geweest en die heeft uh, een soort van toertje gegeven... Uh, ja, dit schijnt een bijzonder groot evenement te zijn. Met uh, ook hier uh, toch wel redelijk uh, ja, Aziatisch. Uh, ja, een beetje, beetje cosplay-achtig. Die je verwacht in Tokio. Die heb je hier ook. Het ziet er wel wat, wat kariger uit. Maar misschien dat deze meneer of mevrouw die dit gefilmd heeft. Ik ga er gewoon even doorheen. Uh, wat meer ja, op de cosplay gefocust is. Het zijn natuurlijk. Allemaal games uh, waar wij uh, veel minder mee hebben of veel minder spelen in uh, Europa. Maar ook hier, dit lijkt me fucking integrerend van hoe gaan... Uh, kijk, hier zie je ook een beetje binnen. Uh, hoe gaan Chinezen om met, uh, ja, met zo'n game event? Ik, ik, ik zie hier nu al van, wij hadden op First Look altijd ook een podium... Nederlandse gamers slaan elkaar echt het hoofd in voor uh, een sleutelhanger, weet je wel. Terwijl ik uh, dit allemaal veel georganiseerder, veel rustiger vind. Veel relaxter, niet te veel zeuren. Uh, Nederlanders beginnen al heel snel te zeiken: van ik moet een uur wachten. Dat wil ik helemaal niet. Um, daar zijn Aziaten toch wat rustiger in. Dit ziet er wel tof uit. Het ziet er ook groter uit. Het ziet er mooier uit. Um, en ik denk als we daar rond zouden lopen, dat we 9 van de 10 games totaal niet zullen kennen. Ik zie hier Forsaken staan. Dat is niet voorspoken natuurlijk, maar dat daar dacht ik even aan. Uh, aan de andere kant weet ik niet wat dat is. Uh, eigenwieltje. dus staat absoluut heel hoog op ons verlanglijstje om een keertje naar China te gaan, om daar bijvoorbeeld naar China Joy uh, te gaan kijken. Goed, dan komen we bij iets waar we wel vaak zijn geweest. Dat is de Tokyo Game Show. Die heeft er namelijk ook 270.000. Die hebben we op 4 gezet. Gewoon omdat dat kan. Uh, dit is 2016. Uh, pak ik even de Game Kings footage bij. Uh, ja, Tokyo Game Show is denk ik... Als ik hier alle presentatoren en er zijn er 11 op dit moment ga vragen, wat vind je nou de vetste game show? Gamescom E3 Tokyo Game Show. Dan zegt denk ik... 10 van de 11, want ik zeg E3, die zegt waarschijnlijk de Tokyo Game Show. Uh, het is gewoon de vibe, uh, de Japanners, de, de, de echte liefde voor games. Uh, Tokyo, de stad, het eten er allemaal doorheen. Je ziet hier ook best wel veel buitenlanders uh, rondlopen die hier speciaal voor naartoe gaan. Uh, dit is een hele speciale beurs. Helaas wel wat weggezakt. Alhoewel dit jaar de grootste ooit wordt. Uh, maar het is veel meer community-based. Het is minder voor de pers, minder uh, scoops, minder. First looks als het ware van games die nog niet uit zijn. Maar toch. Um, als we de funding hadden weten te vinden. En dat hebben we helaas niet. Het is gewoon hartstikke duur. Uh, in deze tijd, 2016, kostte het rustig al 15.000 euro om er naartoe te gaan. Ja, dat is vandaag de dag uh, nog, nog veel duurder geworden. Uh, want je gaat met 5, 6 man. Je moet, je moet eten, overnachting, vliegen, alles uh, een week lang. Het is gewoon heel veel geld. Haal je er gewoon niet meer uit. Maar als het weer kan. Hel je, yeah, dan zijn we er zeker bij Tokyo Game Show. Dus um, gaan we nu naar een beurs toe? Dan zitten we volgens mij op de nummer 3. Die bij mij weer heel erg uh, ja, intrigerend overkomt. Gewoon omdat ik wat minder met het Aziatisch heb. Maar ik heb veel meer met het Amerikaanse en het Zuid-Amerikaanse. En met name met Brazilië. Bucketlist is altijd nog het carnaval van Brazilië om daar in Rio de Janeiro ooit naartoe te gaan. En uh, de bucketlist is trouwens Boca Juniors tegen River Plate te bezoeken. Allebei zijn het nogal evenementen die nogal redelijk gevaarlijk zijn. Dus ik weet niet helemaal hoe en wat. Uh, maar hopelijk gaat het een keer van komen als ik er de tijd voor heb. Uh, ik heb het over de Brazil Game Show in Sao Paulo. En je ziet het niet, maar hier komen 300.000 mensen op af. 300.000 mensen komen hier op af. Uh, het is echt fucking huge. Uh, ik heb ook beelden gezien die kon ik even niet vinden, dat het echt massive druk was. Uh, ja, dit, dit. Het neigt naar first look qua stands, uh, zeker in de eerste jaar. Maar je ziet ook wel wat grotere partijen tussen staan. Dit is denk ik de belangrijkste gamebeurs voor Zuid-Amerika en hier. Komen, denk ik, ontzettend veel mensen uit omringende landen uh, naartoe om games te gaan uitchecken? Uh, ja, ik zit, ik zit gewoon er even doorheen te scrollen hoor. Maar ja, ik bedoel, wij, wij willen dat graag nog allemaal een keertje zien. Ik hoop dan wel dat uh, YouTube op dat moment meebalt. Dat zal je zien dat hij nu weer blijft hangen. Nou, dan schakel ik het gewoon weg. Um, ja, Zuid-Amerika en games, dat is toch ook weer een ding. Iets wat ik heel graag zou willen onderzoeken. Hoe kijken Zuid-Amerikanen tegen games? Wat spelen ze daar? Uh, ik weet dat ze heel gek zijn van voetbal. Ik weet dat ze gek zijn van baseball. Uh, wat voor type RPG spelen ze daar? Zijn ze in strategie? Uh, waar spelen ze op? Playstation, Xbox, PC. Uh, meest Zuid-Amerikanen zijn niet de rijkste landen. betekent dat, dat er heel veel gamingcafés zijn, arcadehallen, uh, waar mensen naartoe kunnen om de games te spelen als ze thuis niet. Een 4K scherm van 70 uh, Inch kunnen betalen uh, met een PlayStation 5 of een dikke PC met een 4090 aan boord, het is allemaal gewoon leuk om te uh, ontdekken. En hier hebben we absoluut een aantal keer al naar gekeken, maar uiteindelijk kwam het qua timing niet heel erg uit. Want de Brazil Gaming Show is meestal vrij na, of het, 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 het zit vrij kort op de E3 op een of andere manier, en dat het is te ver weg om het allebei te doen en te, te dichtbij om twee trips te doen. Dus Vandaar dat het er vaak ingeschoten is. Uh, maar staat hoog op de, uh, uh, op de ranglijst. Nou ja, wat staat dan op nummer 2? Welke. Welk game evenement staat op nummer 2. Uh, nummer 1 is dus inderdaad de, de, de Gamescom 370.000. Uh, op nummer 2 staat een evenement met 320.000 bezoekers. Dat is hartstikke veel. Ik had het niet verwacht. Ik weet ook niet, uh, want we zijn er geweest, of de intentie was om dit te bezoeken omdat het het grootste game evenement ter wereld was, of omdat het een game evenement was. En dat we heel graag ook een keer naar. Taiwan wilde, want daar hebben we het over. We hebben het over de Taipei Game Show. Uh, daar zijn we in 2018 heen geweest. Het is in een enorm winkelcentrum. Ja, het is echt bizar. Het is een gigantisch winkelcentrum, achtig iets. Je ziet het: het is pleuresdruk. Het is echt pleurisdruk. Het zijn miertjes. Maar Aziaten, ik zei het net al, die kunnen dit hebben. Op een of andere manier slaan ze niet elkaars koppen. In. Uh, bij First Look hadden we altijd wel hier een ruzietje, daar een ruzietje. Uh, er werd veel gejat van elkaar. Uh, helaas ook zo'n zo zo nare eigenschap van uh, West-Europeanen en, en Zuid-Europeanen. Um, het is hier allemaal wat netter en ja, het, op een of andere manier lijkt het ook allemaal wel te lopen. Je ziet duidelijk aan de rechterkant en linkerkant twee stromingen. Deze kant op wij gaan door het midden heen. Het is gewoon heel groot. En ik had niet het idee. Maar als ik dit zie. Uh, dan zie ik het wel. Dat hier 320.000. Kijk dan toch. Is het is echt een mierenhoop? Uh, probeer er dan maar eens bij te komen. Nou gelukkig. ik je nagaan. Nou Boris is niet al te groot. Je steekt hij gewoon een kop bovenuit. Uh, dus je kunt wat dat betreft wat makkelijker zien. Maar dit is dus gigantisch groot. Nou daar zie je Boris dus in de verte. Ehm. Uh, de reden dat dit is zo groot is, is dat dit is ook een van de grotere Aziatische evenementen voor business is. Uh, er zit ook een soort van GDC aan vast. En uh, kijk, China is natuurlijk best wel gesloten, maar de, de, Chine, de, de Chinese markt wil, hè, de Tencent, die wil ook heel graag in het Westen, in Japan, maar inderdaad Amerika uh, en de rest van Azië ook games verkopen. En uh, nou, China en Taiwan. Ik ga niet in detail, maar die hebben ook niet zo'n close relationship. Maar aan de andere kant, ze mogen hier wel gewoon hun games laten tonen. En dat betekent dat het gewoon hartstikke groot is. En je ziet het, ze zijn allemaal fucking hard, to, uh, hard into games. En uh, nou, hier gaat Jelle waarschijnlijk in zijn beste uh, Taiwanese vragen... wat in heavens name deze game is van Square. Maar goed, deze staat dus op twee. De uh, Gamescom is dus de allergrootste. Uh, de vraag is nu... Het ging een aantal jaren voor de pandemie naar groter, nog groter, nog meer mensen, nog meer mensen, nog meer mensen, nog meer mensen. Ik denk dat die tijd een beetje voorbij is. Ik denk dat het weer naar kleinschaliger gaat. Uh, dat ze dit soort grote druktes niet meer willen. Met name in Azië. Daar zijn ze nog steeds best wel huiverig voor. Uh, virussen. Uh, dus ik denk dat het wel een beetje gaat veranderen. Dus het zou best wel kunnen zijn dat de Gamescom het grootste game evenement ooit is geweest. Een editie daarvan. En dat uh, de laatste jaren ook dat is teruggeschroven. Uh, teruggeschroefd, die aantallen. Um, maar het, het, het blijft wel bestaan. Het blijft absoluut wel bestaan. Maar ik denk dat het steeds meer de San Diego Comic Con-achtige kant op, waarbij, uh, waarbij uh, publishers het gebruiken als een soort van ja, fanservice van. Oké, okay, bij ons kun je bepaalde games uh, 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 competitietjes doen. Je kunt spullen winnen. Je kunt wat kopen. Maar de echte scoops die zijn nu gewoon allemaal via betas, uh, via streams en via trailers allemaal te zien. Dus het is ook een beetje nostalgisch. Maar goed, de Gamescom bestaat nog steeds. Daar gaan we naartoe. En je weet het, uh, we zijn druk bezig om sponsoren te vinden. om uiteindelijk weer die trips te kunnen gaan maken. om gamecultuur te ontdekken. En daar zit dan eigenlijk meestal ook wel een game-gerelateerd evenement bij. Dus wie weet, Igromir, China Joy, de um, Brazilian uh, Game Show. Wie weet, zul je ons daar ooit gaan aantreffen? Ja.